Out! Het is gewoon zo. Op de maan val je zachter. En dat heeft te maken met de valversnelling. Daar gaan we het over hebben. De valversnelling op aarde is 9,81, althans bij ons. En wat betekent het? Nou, dat betekent dat als een voorwerp valt, valt hij naar beneden, dat is logisch. Maar als hij valt en je kijkt per seconde wat de snelheid is, dan zie je dat iedere seconde er eenzelfde aantal meters per seconde bij komt, namelijk 9,81 meter per seconde. Vandaar valversnelling 9,81. En dan maakt het niet zoveel uit als je nu een hamer of een veertje laat vallen, althans op aarde wel. Op aarde heeft de veer te veel last van de luchtwrijving. Maar als je het op de maan doet, dan is er geen lucht. En dus ook geen luchtwrijving. En dan vallen ze beiden even snel. Ja, even snel. Niet zo snel als op de aarde. Want op de aarde is de valversnelling, wat ik zo net zei, 9,81. En op de maan is hij maar 1,62. 9,81, nou vooruit bij ons. Op de polen is hij een klein stukje meer. En op de evenaar is hij een klein stukje minder. Maar het is in ieder geval nog een stuk meer dan op de maan. En hoe komt dat? Nou, het komt in ieder geval omdat de maan zoveel kleiner is. En daarom is de massa natuurlijk ook een stuk kleiner. En de massa heeft meteen invloed op de zwaartekracht op beide voorwerpen. Hier zie je het. De zwaartekracht bij de maan is daardoor veel kleiner dan bij de aarde. En dat heeft meteen natuurlijk invloed op de valversnelling. Maar er is meer. Want behalve massa is ook nog van belang afstand. Als de afstand groter wordt tot het aan het middelpunt, dan wordt de kracht kleiner. En hoe zit dit? Nou, als de afstand twee keer zo groot wordt, ja, dus R, let op hè, vanaf het middelpunt, dan is de kracht niet twee keer zo klein, maar het heeft het kwadraat erbij. Dus de kracht wordt dan vier keer zo klein. Oftewel, het heeft een behoorlijk grote invloed. En ja, hier op aarde maakt het trouwens niet zoveel uit hoor. Als je dus op een hoogte van 1 meter hebt, dan is de afstand van hamer tot het middelpunt van de aarde, hè, dat is, nou ja, dat is dus eigenlijk, ja, gelijk aan de straal van de aarde, want die 1 meter, die is totaal niet ter zake doend. En als je niet 1 meter hebt, maar je gaat bijvoorbeeld 2 meter, ja, dan is natuurlijk nog steeds die 2 meter, ja, penis vergelijking met de straal van de aarde. Oftewel hier op aarde is de valversnelling op verschillende hoogtes redelijk constant. Let op, ik zeg redelijk, we komen er straks nog even op terug. Maar als je de aarde en de maan vergelijkt, de massa's hebben ze net al gedaan. De aarde is 86 keer zo zwaar als de maan. De straal, dat scheelt een factor 3,8. Nou, vanwege de massa's, ja, zal dus de zwaartekracht op de maan 86 keer zo klein zijn, maar je zit op de maan dichter bij het middelpunt dan op de aarde. Dus met die 3,8 keer betekent dus dat de zwaartekracht 3,8 in kwadraat dus 14 keer zo groot zou zijn. Oftewel in totaal is de zwaartekracht 86 gedeeld door 14 is 6,1 keer zo klein. En dat komt wel mooi uit, want de valversnelling van 9,81 op de aarde en 1,62 op de maan, dat scheelt inderdaad precies die factor 6,1. Dus de massa en de straal, die zijn daar verantwoordelijk voor. We kijken even weer naar de aarde, maar deze aarde is niet helemaal natuurgetrouw, want eigenlijk is het niet een bol, maar is het een klein beetje afgevlakt. En omdat die klein beetje afvlakt, zitten de polen dus dichter bij het middelpunt dan de evenaar. En daarom heb je dus ook dat je op de evenaar, omdat je verder af zit, is de valversnelling kleiner dan op de pool. Vandaar dus het verschil tussen die valversnelling. En nogmaals, wij zitten er een beetje mooi lekker tussenin. Is de valversnelling overal gelijk? Nee,
Niet alleen de evenaar en de polen zijn verantwoordelijk, maar stel je voor je bent ergens mooi op vakantie en je laat twee hamers vallen. Dan zal bij de linkerhamer er een grotere valversnelling zijn. Waarom? Daaronder zit veel meer grote bergmassa's en die zullen dus meer van invloed zijn op de hamer dan op de rechterhamer. Het scheelt niet veel, maar het is te meten. Dus de grote bergmassa's zullen ervoor zorgen dat daarboven de valversnelling groter zal zijn dan op andere plekken. Ook kan het hier zo zijn. Ja, je zou zeggen van, goh, dat is toch precies hetzelfde links en rechts. Maar kijk eens wat er onder het oppervlak zit. Ja. De aardlagen onder het oppervlak, die hebben ook van invloed. Dan zal het niet zo drastisch wezen natuurlijk als het hier is. Maar verschillende gebieden zullen ook weer verschillende valversnellingen hebben vanwege de al of niet zwaardere grondlagen die eronder zit. En die hebben dus ook weer van invloed op de valversnelling. Kortom, valversnelling is een mengeling van iets meer, iets minder. En je kunt zo'n kaart maken van de verschillen in valversnelling. Dat lijkt wel heel veel hier, maar in werkelijkheid scheelt het slechts 1%, dus dat valt best mee. Zelfs in Nederland heb je verschil in valversnelling. Maar zoals je hier op de kaart ziet, het verschil dat is pas in het derde cijfer achter de komma merkbaar. Dus in de praktijk hoef jij daar in ieder geval geen rekening mee te houden. Massa wordt aangetrokken door een planeet. Zwaartekracht. En zwaartekracht is te berekenen met m keer g. Maar, derde wet van Newton, als A een kracht uitoefent op B, oefent B een even grote maar tegenstelde kracht uit op A. Oftewel, er is een kracht die even groot is, de andere kant op. En we noemen zo'n kracht dan ook meestal geen zwaartekracht, maar gravitatiekracht. Heeft met gravitatie te maken. En derde wet van Newton, ze zijn aan elkaar gelijk, dus die zwaartekracht, dat is eigenlijk de gravitatiekracht. Gravitatiekracht is dan ook niet alleen afhankelijk van de ene massa, maar ook van de andere massa. Beide massa's zijn van belang en ook hier weer natuurlijk de afstand tussen die twee massa's. De gravitatiekracht is te berekenen met, nou hier staat hij al, g maal m1 maal m2 gedeeld door r². En die g, het is geen kleine letter g, het is een grote letter g. En dat betekent dus dat hij ook niet 9,81 is, maar kijk maar in binas. Ja, binas, hoofdletter G, en daar staat die gravitatieconstante, en hier staat de waarde daarvan. En deze gravitatieconstante is overal gelijk. Dus niet alleen op aarde, maar ook op maan, en nou, hè, noem maar een planeet, exoplaneet, ster, overal is de gravitatieconstante die 6,67 keer 10 tot de macht min 11. De zwaartekracht is gelijk aan de gravitatiekracht. Dus kun je ook zeggen, m keer g is gelijk aan g keer. En kijk eens aan wat je dan kunt doen. Je kunt de m1 wegstrepen. Oftewel, de gravitatieversnelling kun je berekenen door, nou wat hier staat, hè. Oftewel, het is alleen afhankelijk van de massa van de planeet en van de afstand tussen de massa en het middelpunt van de planeet. We gaan eens kijken wat dit voor een maan betekent. De hoofdletter G voor een maan is natuurlijk nog steeds overal gelijk, dus op de maan ook. De afstand tussen aarde en maan is, hier staat die, 1,7 keer 10 tot de macht 6, hebben ze net eigenlijk ook al gezien, net zoals de massa trouwens van een maan. Hier staat die. Als ik dat invul, dan krijg je voor de valversnelling van een maan deze uitdrukking. Let op, hè, kwadraat voor de R. En dat allemaal uitgereden kom je precies weer op die 1,62 meter per seconde kwadraat. Alles klopt dus weer als een bus. Ah, wat een mooi plaatje. Maar het heeft natuurlijk wel een functie. Want op de aarde is die 9,81. En ik zei al van, nou de hoogte doet er niet zoveel toe op aarde. Maar als je natuurlijk maar hoog genoeg gaat, dan zul je wel weer invloed hebben van een grotere hoogte betekent een lagere valversnelling. En de invloed van hoogte op valversnelling, dat is ooit eens een keer berekend
uitgevogeld. En het verschil in valversnelling, of het verschil in valversnelling, kun je berekenen op deze manier. Ja, 2 keer de valversnelling zoals die op aarde is, keer de hoogte, gedeeld door de straal van de aarde. Ook de bergen kunnen we bekijken. Ja, op de aarde weer de valversnelling, 9,81. Maar als je boven een berg staat, ja, dan heb je te maken met de hoogte, maar ook natuurlijk met de flink grotere massa wat onder je voeten zit. En dan krijg je dus een valversnelling boven een berg. En het verschil tussen voet van een berg en top van een berg zie je hier. 2 pi keer rho. Rho is de dichtheid van de berg zelf. Maal, nou daar staat hij al, hè? De straal van de aarde, g, h en de massa van de aarde. Zo. Ja. Hey. Ik zie het al. Het is tijd om op te stappen. Tot ziens.